En wij zijn jullie nieuwe Co-Frist Chicks. Wij dachten, we gaan een leuk filmpje opnemen, zodat jullie ons beter kunnen leren kennen. Want volgende week komt onze eerste aflevering online. En om jullie vast een beetje op te warmen, gaan we een leuke challenge doen. Laten we. Een echte Co-Frist Chick houdt natuurlijk van een goede uitdaging. Dus wij dachten, laten we nou twee jongens erbij uitnodigen. Ja. Namelijk, de jongens van Boeren! Challenge doen. Oké, Say Anything Challenge is dat je om de beurt zeggen we allemaal een woord. Het mag van alles zijn: tafel, krullen, gordijn, fiets. En als jij een stilte laat vallen of je weet geen woord meer, dan krijg je een stuk plakband. Mogen wij op jullie gezicht plakken? Oké, ik zeg laten we gewoon beginnen met de challenge numero uno. Oké, zullen we beginnen? Ja. Ronde. Kroon. Ski. Peter. Snowboard. Lamp. Loop. Stoel. Trekje. Slot. Los. Oh, riem. Rug. Mand. Lamp. Piano. Kozijn. Ridder. Oké, laten we doen dat degene die lacht, is ook af. Vader. Trombone. Zusje. Jullie moeten ook naar elkaar kijken, dan wordt het moeilijker. Yay! Kies. Student. Student. Tim. Nee, dat lijkt te veel op elkaar. Het is gewoon echt helemaal wat anders geworden, ja. Brood. Zakmes. Brug. Zwakveter. Riem. Tandarts. Plafond. Centrale verwarming. Hoed. Dames, leuke challenge. Tim heeft een heel bekrompen vocabulaire, daar zijn we niet achter, maar... Jullie komen er niet zo makkelijk vanaf, denk ik. Even wieberen. Zetten jullie lekker een bakje koffie voor jezelf? Ja, kan ik wel even drinken van mama. Het is natuurlijk zo dat dames altijd enorm veel van make-up houden en opmaken. En vaak een beetje ijdel. Wat dingetjes gekocht. Wat is dit eigenlijk, gast? Nee, wel je best doen, hè? Ja, want wie het best kan, die weet. Zullen we dat afspreken? Ja, wie de vrouw die er het beste uitziet. Doen we dat. Wat gaan we doen? Kijk maar even achter jullie, daar ligt allemaal roze rommel. Nou is het niet zo dat jullie jezelf gaan opmaken. Nee, dat gaan wij doen vandaag! Wow. Hey. Maar we hebben al wel best wel veel make-up op. Het komt goed uit. Kijk dames, het mag er allemaal af. Oké, okay. Ik hoopte echt zo dat jullie dit vergeten waren. Dus ik zou zeggen, ik ga even naar de badkamer. Poets al die glamuur er even af. Ja, gaan we doen. Dan is het onze tijd. Ja? Okay. Even kijken, we moeten beginnen met de foundation. Ik zeg altijd maar, hoe meer hoe beter. Het is schilderij, hè Tim? Heb ik nou een snor? Nee joh. Je breekt het ding af, gast. Oké, wat hebben we hier allemaal? Een ruwe kwast voor een ruwe huid. Nep. Hey, mond nou dicht. Die smeer ik het helemaal uit. Tim, hoe het ook is geworden, ik vond het erg fijn. Ik had verwacht dat ik op een 8 zou zitten, ik zit daar net onder. Ik heb echt het idee dat het heel erg meevalt, maar misschien is het wel echt heel lelijk. Oh. Wauw! Wow. Oh, wat erg! Ja. Ja, maar ik ben... Wow! Die lippen! Dat is goed, hè? Je hebt ineens weer lippen! Ik ben echt net een fan nu, hè? Nou jongens, ik ben er hartstikke blij mee. Ik ga gewoon lekker met jullie zo uit eten. Nou, dat is topper. Hey! Zo, dames, jullie allereerste aflevering. En wat zien jullie er prachtig uit. Fantastisch. Ja, jullie zagen er echt heel mooi uit. Ja. Nou jongens, ik vond het echt leuk. Ja, en aankomende woensdag komt onze allereerste aflevering online. Deze aflevering gaat over de romantie. En als je dat wil kijken, abonneer dan, want dan weet je zeker dat je niet mist. En te liken en te subscriben en zet je notifications even aan. Vergeet niet even nog wat onder de comments wat te zetten. Want we zijn wel heel benieuwd wat jullie van onze maquillage vinden. Nou, tot de volgende keer. En adieu! Tot de